Wat is dit? Vraag ja ten huwelijk? Ik heb ja gezegd. Ik wil dit. Dus als je boos bent... Hoe dan? Waarom doe je dit? Rick, kun je ons even alleen laten? Alsjeblieft. Oké, kom, laten we weer naar binnen gaan. Nee, laten we door. Sorry. Sorry. Ik heb tegen je gelogen. Niet bewust, ik was ook niet eerlijk tegen mezelf. Maar eigenlijk weet ik het al een hele lange tijd. Ik hou van hem. Niet van jou. Dat zou er toch tijd geven, noemen? Ik zou altijd blijven denken aan Rick. Ik zou verbitterd raken. Ik zou jou ongelooflijk ongelukkig maken en dat verdien jij niet. Hij is niet juist voor jou. Hij is geen moslim. Hij houdt van mij. De rest doet er niet toe. Besef je wat je nu allemaal aan het doen bent? Besef je wat mijn ouders nu allemaal gaan zeggen? Het spijt me echt heel erg. Waarom doe je me dit aan, Noor? Omdat ik niet anders kan. Ik heb je nodig. Geloof me, dat is echt niet zo. Integendeel. Ik hoop dat je me kunt begrijpen. Misschien niet nu, maar achteraf. En dat je het me dan kunt vergeven. Nooit. Bilal, ik moet bij degene zijn van wie ik echt hou.